op zoek naast wielrennen naar een sport die ik thuis kon uitoefenen. Omdat ik in de fitnessschool best wel veel tijd kwijt ben. En zodoende ben ik eerst begonnen met YouTube-video's, maar die waren vaak incompleet. Dus de reden dat ik op zoek ben gegaan is om iets naast het wielrennen te doen, waarmee ik toch een beetje spierkracht kan opbouwen. Dat je niet een heel iel lichaam krijgt, dat wil ik voorkomen. En ook waarmee ik mijn core sterker kan maken, maar wat niet al te veel tijd opslot, omdat het wielrennen zelf ook best wel een tijdintensieve sport is. Toen ben ik een beetje online gaan kijken en bij bepaalde zoekopdrachten kwam ik uit op Fit Channel. Toen heb ik wat video's bekeken, wat testimonials van de website. En dat bleek gewoon een hele complete opzet te zijn waar ik naar op zoek was. Het is heel eenvoudig om dit te doen, vooral thuis. Hè. Ik hoef dus niet naar een sportschool, ik hoef daar ook niet te douchen. Ik kom thuis, na het werk bijvoorbeeld, of voordat ik naar het werk ga. Nou, ik leg in principe een fitnessmatje neer. Ik heb alleen wat dumbbells nodig en een kettlebell. Ik druk op play via Apple TV streaming naar de televisie. En ik ga gelijk beginnen. En dat is dus inclusief de warming up, de oefeningen zelf en het stretchen aan het einde. En dat maakt het voor mij echt een hele ideale oplossing. Ik let zeker op mijn voeding. Waarom? Je hebt eigenlijk na het wielrennen gaat het om hydrateren, koolhydraten en eiwitten. Om dat weer aan te vullen. En dat moet je ook niet al te lang daarna doen. Maar ook na Fit Channel, dan is het toch wel snel de eiwitten aanvullen, koolhydraten opbouwen. En de voeding is voor mij zeker belangrijk als het gaat om het presteren tijdens het sporten. De gewichten die zijn voor mij echt toegevoegde waarde. Dat betekent dat ik gewoon voor naast het wielrennen sterkere armspieren krijg, een sterkere core en sterkere schouders. En daardoor kan ik bijvoorbeeld langer in een racehouding blijven. En het unieke van met Rapmilo werken zijn juist die gewichten. En dat zorgt er bij mij voor dat ik gewoon naast mijn eigen lichaamsgewicht ook nog een stukje extra kan pakken met dumbbells. De motivatie die ik eruit haal is elke keer na het sporten voel ik me energieker. Nou is dat misschien wel een cliché antwoord, maar het is gewoon waar. Of het nou met Fit Channel is om mijn lichaam gewoon op orde te houden, of dat het met wielrennen is om mijn conditie op peil te houden. De motivatie komt ook vooral uit het feit dat je daarna fitter bent. Ik slaap er beter van. En ik denk op je oude dag is het belangrijk dat je fit en gezond blijft. We worden steeds ouder en daardoor ben ik er ook actief mee bezig. En de motivatie is voor mij, die bestaat uit die drie punten. Dus fit blijven, ik slaap beter en ik voel me energieker na het sporten.